In deze video laat ik je grote klaproos zien. Hier zie je de grote klaproos. Het meest opvallende van de grote klaproos ten opzichte van de andere klaprozen is dat de basis van de kroonbladen hebben een zwarte vlek. Nou ja, zoals je ziet zijn de bloemen rood en de bloemen hebben 4 overlappende losse kroonbladen en veel meeldraden. Dan de knoppen. De knoppen zijn overhangend, zoals alle leden van de papaverfamilie. En de kelkbladen omsluiten de bloem. En op het moment dat de bloem uitkomt, dan richt de knop zich op. En dan vallen de kelkbladen heel snel af. Daarom is het zo dat de bloemen geen kelkbladen hebben. Alle groene delen van de grote klaproos zijn behaard. En als je bij beschadiging, dan komt er een giftig wit melksap vrij. En het blad kan enigszins blauw-groenig zijn. En het blad is ook behaard. En het blad is diep ingesneden en heeft meestal een gekartelde of getande bladrand. Dan, na de bloei, ontstaan de doosvruchten. En de doosvruchten zijn ovaal tot rond en hebben een plat deksel. En in die doosvruchten rijpen dan de kleine zwarte zaadjes.